Welkom. Vandaag zenuwen, zenuwstelsel. Een paar belangrijke dingen om even een overzicht te geven. We beginnen hier in BINAS 80A met een zenuwcel. Let goed op, ja, dat als je dingen opschrijft, dat je het hebt over een zenuwcel, niet over een zenuw. Een zenuw is een kabel waar veel zenuwcellen, of uitlopers van zenuwcellen doorheen lopen. Dus een zenuw is iets anders dan een zenuwcel. Je kan ook het woord neuron gebruiken in plaats van zenuwcel. Dan wordt het misschien wat makkelijker. Ik zie hier een zenuwcel, ja, het gedeelte waar de kern in zit. Dendriet, dat zorgt ervoor, dat zijn de uitlopers die de impulsen naar richting de kern toe leiden, naar de cel toe. En dit is van de cel af, dus dat is een axon. Myelineschede. Die bolletjes die er omheen zitten met insnoeringen door cellen van zwam, die zorgen dat het elektrische signaal, wat een impuls in wezen is, dat geïsoleerd wordt, net zoals de elektriciteitsdraden bij jou in je huis ook geïsoleerd zijn, maar dan met plastic en niet met vet. Hier onderaan in mijn tekening de synaps, dat is waar de ene zenuwcel op de andere zit. Er zit een klein beetje ruimte tussen, echt minuscuul, en die ruimte, dat heet de synapspleet. Ja, dus en hier gebeurt dus de overdracht van het signaal van de ene cel naar de andere cel. Dus dit is de basale eenheid waarmee al onze boodschappen in ons lichaam, maar van heel veel andere diersoorten, worden doorgegeven. Als we kijken, want een zenuwcel hoort bij een zenuwstelsel. Als we kijken van hoe zit dat zenuwstelsel nou in elkaar, dan kunnen we dat indelen in verschillende compartimenten. Het zenuwstelsel kan je indelen, ja, in het autonome deel en het animale deel. Auto betekent zelf, autonoom. Als iets autonoom is, dan doet het dingen vanuit zichzelf. Dit is dus onbewust. Nou, wat wordt ermee aangestuurd? Er worden organen mee aangestuurd. Dus het kneden van je maag, de peristaltische beweging van je darmen wordt aangestuurd door het autonome zenuwstelsel. Daar heb je zelf weinig over te zeggen. Het animale zenuwstelsel, dat is bewust en dat zijn je skeletspieren die je daarmee aanstuurt. En dat is natuurlijk wel bewust, daar heb je wel heel iets over te zeggen. Als we teruggaan naar het autonome zenuwstelsel, dat kan je ook weer indelen in twee verschillende soorten. Het sympathische of orthosympathische, ortho wordt soms wel weggelaten, of het parasympathische. En je kan je misschien voorstellen dat die darmen bijvoorbeeld moeten niet altijd werken. Die moeten alleen maar werken als je aan het verteren bent. Als er eten in zit. En als je actief bent, dan moeten ze stil zijn. Dan moeten ze rustig zijn. Want dan moet die energie, die bloedstroom, die moet naar je skeletspieren worden geleid. En niet naar je darmen. En misschien heb je dat wel eens gehad op het moment dat je aan het sporten was. Ja, dat je net had gegeten en dat het niet helemaal lekker voelt. Nou, dat komt omdat die darmen dan wel vol zitten. Maar ze krijgen wel de boodschap om daar niets mee te doen. Nou, dat die darmen aangestuurd worden door twee zenuwstelsels. Het parasympathische en het orthosympathische, waarvan de ene in actie komt als jij actief bent en de andere als jij aan het rusten of aan het verteren bent. Dat systeem heet dubbele innervatie. Dus dubbel betekent twee systemen die verzorgen de prikkels naar één orgaan, in dit geval je darmen. En degene die het meeste prikkels stuurt, die wint. En die zorgt ervoor dat je darmen daarmee of actief zijn. Of passief zijn of actief zijn. Oké? Dan gaan we kijken naar een reflexboog. Het laatste belangrijke deel van een zenuwstelsel. Wat ik vandaag met jullie wil doornemen. We zitten hier in een ruggenwervel. En dit is bijvoorbeeld een wervel. Het is een wervel die vrij laag in je kolom zit. Omdat het is een vrij dikke wervel. En we kijken hier. We kijken hier naar het deel waar je ruggenmerg doorheen loopt en dat is dit gat hier. Dit gat hier. En dan is een groot deel van het gat is opgevuld met vloeistof en daarin loopt een groot kanaal met zenuwen. En daar gaan we even naar kijken. Rugzijde en buikzijde. Dus we kijken naar die wervel op deze manier, want dit is je rugzijde en dit is je buikzijde. Nou, weet ik dat? Ik weet dat van die sensoren en neuron die hier via je rugzijde binnenkomt en daar een ganglion. Dus dat wil zeggen dat het cellichaam met de kern, dat steekt buiten het ruggenmerg.
En daaraan weet ik, dat gebeurt alleen maar aan de rugzijde. Dus dit is de rugzijde. Witte stof en grijze stof. Witte stof komt van die myelineschedel. Dat is dus vet. En grijze stof, dat is waar alle synapsen en de schakelcellen, de cellichamen van de schakelcellen aanwezig zijn. Dat is dus grijs. Dat is het deel wat niet gemyeliniseerd is. Dus daar zit geen isolatie over, omdat al die verbindingen daar plaatsvinden. Het sensor is een neuron, dat is een neuron in een reflexboog die iets voelt. Ja, bijvoorbeeld zoals bij je kniebeesreflex, zoals in 88K ook staat weergegeven. Die brengt dus het signaal hier naartoe. Dat door een schakelcel wordt dat overgegeven naar een motorische neuron. En die motorische neuron die zorgt ervoor dat je voet omhoog schiet. Of dat je onderbeen omhoog schiet. Nou, die motorische neuron die heeft een cellichaam hier in de grijze stof in je ruggenmerg zitten. En die kan dus helemaal uitlopen naar, in dit geval met de kniebeesreflex, kan die helemaal uitlopen naar je bovenbeen. Maar die motorische neuron die kan extreem lang zijn, tot wel een meter. Goed, drie delen die ook goed in je binas beschreven staan. Neem je binas erbij, kijk dit filmpje nog een keer en veel succes!